meteen de ijsbaan aan. Oh. Ali! Ali! U bent hier bezig met de ijsbaan. Wat voor verrichtingen doen jullie? Wij zijn bezig met een groep vrijwilligers. We hebben een vrij grote groep vrijwilligers die we één keer in de maand benaderen. Voor het eigenlijk opknappen van de ijsbaan en eigenlijk alles wat om de ijsbaan heen is. En we zijn op dit moment zijn we bezig met een groep, punt 1, een stuk hekwerk wat oud is weg te halen. En daarnaast zijn we met een groep bezig om bomen te snoeien. Daar wij heel veel last van hebben in de wintermaanden. En we zijn een oud bestaand hek. Die willen we vrijmaken van bomen en op zo'n manier kunnen we dus een nieuw hek daar maken. En waarom moet er aan de bomen gesnoeid? Nou, omdat wij daar heel veel last van hebben met in de winterperiode van dat het over de ijsbaan heen hangt, over het ijs. En wij hebben ook ten aanzien van de verlichting, er was één verlichtingsmast die al helemaal ingekapseld was door de bomen. Dus vandaar zijn wij volop aan het snoeien gegaan. En ja, dat doen we met een hele groep mensen, allemaal vrijwilligers. En we hebben ook nog een keertje prachtig mooi weer, dus wat dat betreft hebben we alles mee. Wanneer zijn jullie mee begonnen? Wij zijn nu een maand geleden, zijn we voor de eerste keer hebben we een klusdag gehad. Zo hebben we de hele zomer door één keer in de maand een klusdag. En nou ja, dat wordt via de internetsite, we hebben een hele e-mailbestand van alle vrijwilligers. En die worden daarop uitgenodigd en die kunnen we wanneer ze willen kunnen ze komen. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, kijk, je bent, als vereniging ben je nooit echt klaar. Maar wij hopen in ieder geval zodanig de komende winter gereed te zijn dat we de overlast van de bomen in ieder geval een stuk minder hebben en struiken. Zou dat lukken? Ja, ik denk wel met de huidige inzet en de voortvarendheid waar we op dit moment mee bezig zijn, denk ik wel dat het ons lukt, ja. En wat voor vrijwilligers zijn het? Nou, dat zijn allemaal mensen die een warm hart toedragen aan de Baarnse ijsbaan. De Baarnse ijsbaan is een begrip in Baren. Het bestaat al 50 jaar. En het is een heel sociaal gebeuren, zeker in de periode als er ijs is. En ja, wij hebben eigenlijk met een vijftal oud-schaatsers of nog actieve schaatsers afgelopen winter zijn we een nieuw bestuur gaan vormen. Omdat het oude bestuur, dat was toch wel redelijk op leeftijd. En hadden aangegeven dat ze eigenlijk toch wel aan vervanging toe waren. We hebben ze nog wel als adviseur, want er komt zoveel kijken bij een ijsbaan. En wij hebben met z'n vijven besloten om in ieder geval voor de komende jaren onze schouders eronder te zetten. En als actieve schaatsers ook op zo'n manier het bestaan van de Baarnse ijsbaan te garanderen. En wat zijn de openingstijden? Wij hebben, wanneer er ijs ligt, want dat is natuurlijk afhankelijk van de ijs, zijn wij elke middag van 1 uur tot 5 uur open. Zowel zaterdag als zondag en elke avond van 7 uur tot 10 uur. Maar dat staat ook op de internetsite. We hebben een website die heel nauwkeurig wordt bijgehouden. En alle informatie die up-to-date wordt up-to-date bijgehouden over nou ja, de openingstijden. De mensen die kunnen ook via de website, krijgen ze via de e-mail krijgen ze ook bericht wanneer de ijsbaan open is. En dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Want wij hebben in afgelopen winter hebben we natuurlijk een prachtige winter gehad qua ijsbaan. Hebben wij vanuit voorbij Harderwijk tot aan voorbij Amsterdam, Almere komen mensen. Dat heeft natuurlijk ook met de ligging van de A1 te maken. Komen jullie hier schaatsen? En wij waren een van de weinige ijsbanen die ook open was. U bent hier vrijwilliger. Hoe lang doet u dit al? Ik ben het afgelopen winter ben ik in het bestuur getreden als secretaris. Er was behoefte aan vernieuwing in het bestuur. En eigenlijk ben ik dus pas in het bestuur vanaf, wat ik al zei, januari, februari. En wat voor werk doet u hier? Ik ben op dit moment bezig met het kappen van bomen, snoeiwerk. Het overhangende lovendeel eigenlijk van de baan, dat moeten we weg. Dat is niet goed voor de baan. En dit is natuurlijk heerlijk om ontspannend om iets totaal anders te doen, denk ik, hè? Voor een deel wel. Het is natuurlijk hartstikke buitenwerk. Maar het is ook onderdeel op dit moment van mijn vakantie. Dat ik zoiets heb van nou, lekker buiten zijn, goed bezig zijn. Hebben jullie nog meer vrijwilligers nodig? Ja, vrijwilligers kun je altijd gebruiken. Ik noem het, we zijn wel een stichting. En we zijn niet een echte vereniging, maar een stichting. Maar we hebben altijd kunnen we vrijwilligers gebruiken. Want zeker in de ijsperiode heb je eigenlijk, nou, wat ik al aangaf, van 's middags tot en met 's avonds 10 uur heb je hier mensen op de ijsbaan. En in het kader van, nou ja, eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden, het zij controle, het zij kassadienst, het zij
mensen helpen op de ijsbaan. En er zijn allerlei dingen te bedenken waar wij hulp nodig hebben. Daarnaast hebben wij ook hulp nodig 's morgens voor het prepareren van de ijsbaan. Dus vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. Hoe heet je? Simon. Wat ben je aan het doen hier? Nou, ik ben de takken naar de machine aan het wegslepen. Hey, en ben jij een grote schaatser? Nou, niet echt een hele grote, maar het is wel heel leuk. Doe je het veel? Ja, want ik heb gratis, want mijn stiefvader die is hier in het bestuur. En dit slepen met takken, doe je dat vandaag voor het eerst? Nee, ik heb het wel eens in de tuin gedaan, alleen dan met kleinere takken. Wat moet er nog meer gebeuren? Nou, wat er nog meer moet gebeuren is dat we de toewatering, en dat betekent dus dat wij vanuit het beltgat, voor oude barenaars die weten precies wat ik daarmee bedoel, die ligt voor ons aan de linkerzijde van de ijsbaan. Daar is een beltgat, dat is schoon water, dat is ook heel geschikt voor ijs. Daar hebben wij een pompconstructie in samenwerking met de gemeente ooit laten neerzetten. Dat betekent dat medio november wordt dit complex van 2,9 hectare wordt onder water gezet door middel van een pompinstallatie. En ja, wanneer het ijsperiode afgelopen is, wordt op dezelfde manier het ook weer afgevoerd. She looked at me and I am weak. Her eyes, they see.